kan één individu het verschil maken. Als ik om me heen kijk in de wereld, word ik soms moedeloos. Klerenzooi. Honger, milieuproblemen, armoede, oorlog. Ja, de wereld is nog te redden. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, dan begint het gelijk ook weer te borrelen in mijn hoofd. Dan ga ik liever in mijn eigen omgeving op zoek naar dingen waar ik wel blij van word. En dan denk ik, ja, het kan dus wel. Ik ben nu uit de Bouwmaat en dat is een aannemersbedrijf. En dat heeft bij ons de opbouw erop gezet. Dat is een bijzonder bedrijf. Daar wil ik meer over weten. Mensen vragen ons vaak van, hebben jullie garantievoorwaarden? Hebben jullie contracten? Hebben we allemaal niet. Dus garantievoorwaarden, ja, nou ja, als het onze fout is, dan lossen we het op. En als het onze fout niet is, dan is het onze fout niet. En dan moeten we het erover hebben hoe we het oplossen. Ik was vorige week bij een klant en die man die zei tegen mij, Steven, dat is heel lastig, want wat jullie doen, is dat jullie aanspraak maken op vertrouwen. Dus jullie willen eigenlijk dat ik weer ga vertrouwen. Terwijl ja, de hele aannemerij en de hele wereld is op het ogenblik heel erg op, niet op vertrouwen. Dus het is heel erg veel op wantrouwen en heel veel op, en jullie hebben geen contracten, jullie hebben geen voorwaarden, dus ik moet maar gewoon vertrouwen dat het goed komt. Ik zeg ook vaak tegen mensen van, dit komt goed. We gaan, soms is het er tegen, maar het komt goed en het wordt wat jullie willen. En dat vertrouwen, dat is voor ons zo ontzettend groot goed. Dat we elkaar kunnen vertrouwen, dat zij ons kunnen vertrouwen, maar dat wij ook de klant kunnen vertrouwen. Dus dat er een wederzijds vertrouwen is. En dat is een ontzettend grote basis van ook ons bedrijf hier, hoe wij met elkaar omgaan. Hey Paul, waar zijn we nu? We zijn op de Kraanstraat in Utrecht, vlakbij het sluisje is dat. En, ik ben hier een paar jaar geleden benaderd door de klant omdat hij dit pakhuis heeft georven. En er is heel veel achterstallig onderhoud. Wat maakt dit project nou een typisch bouwmaatproject? Wat wij doen is de klant die nog niet zo goed weet wat hij eigenlijk wil. En dat wij zonder tussenkomst van een architect of zo, dat wij hem een advies gaan geven over wat hij moet gaan doen met het pand om het goed op te knappen. En tot heel erg meekijken van hoe is het betaalbaar en hoe doe je dat op een goede manier. He, zodat deze hele kap zo mooi in zicht blijft. Komt omdat wij van bovenaf isoleren in plaats van binnenuit. En dat was in principe, wilde hij van binnenuit isoleren. En maakt dat nog wat uit in prijs? Of het binnen of buiten is? Ja, van buiten is ook een stuk goedkoper omdat het veel makkelijker werken is. En verder is het vlakbij. Want jullie hebben net al het materiaal hier ook naartoe gebracht met het elektrische wagen. Ja, maar die rijdt wel door heel Utrecht heen hoor, dus dat is het probleem niet. Dit kozijn hebben we van een andere klus afgehaald, van de Valkstraat, daar was hij niet meer nodig. Ik heb tegen de vrouw gezegd dat zij of het kozijn kan verkopen op internet, of dat ze hem aan mij kan geven en dan ergens anders weer gebruiken. En dat is gebeurd, dus deze klant betaalt niet voor het kozijn, die betaalt puur voor de handling die we eraan hebben. Maar, het was het idee dat hij gewoon ergens anders weer gebruikt zou worden. Dat was de intentie en dat is dus gelukt. Je kan ook inderdaad vertellen. We maken keuzes in materialen, we gebruiken geen tropisch hardhout. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Maar iedereen heeft filosofieën over hoe dingen in de wereld beter kunnen. Daar zijn we wel heel erg mee bezig en daar praten we over. Je kijkt niet alleen maar naar wat milieuvriendelijk is, maar je kijkt naar wat milieuvriendelijk is en ook nog daarnaast praktisch, want je moet wel gewoon kunnen blijven werken. Wij werken van 8:30 tot 5:00, maar dat is eigenlijk, zie ik als heel normaal. Dus als wij 's ochtends op een klus aankomen, dan zijn de mensen, we werken heel vaak bij mensen thuis die ook kinderen hebben bijvoorbeeld, hè. En de kinderen zijn naar school en dan kunnen wij gewoon aan de slag. Maar dat werkt heel goed. En waarom zou je zo vroeg beginnen? Het is onbegrijpelijk dat mensen dat nog doen in de bouw. Zoals ons bedrijf ook niet heel gestructureerd is, zijn ook de vergaderingen niet heel gestructureerd. En het is een moment voor elkaar ontmoeten, want mensen zitten vaak op verschillende projecten ook. Het is ook een organisch proces, dus er wordt niet gestemd. Dus je moet elkaar vinden in hoe gaan we verder. We kiezen dan het liefst voor klussen die in de buurt liggen en dan nog het liefst in de buurt van de werkplaats. Maar sowieso alleen maar in Utrecht. Als het buiten Utrecht gaat, dan is het al echt een uitzonderlijk geval en dan wordt dat besproken. Vorige week gebeld door mensen en die wonen in een project op de Dwarsdijk in Tienhoven. Het is wel een heel tof project. Ik zei ja, ik moet eerst checken of je daar wel helemaal mensen die polder in willen. Want het is best gewoon heel eind rijden. Vorige week belde er iemand Kokkengen.
En dan kijk ik gewoon 28 minuten. Ik zie van ja, gewoon te ver. Dat doe ik niet. Dan ga ik gewoon niet naartoe. Nee, dan ben je, als je naar lunetten gaat, een lange bezig. Dus, en lunetten doen we ook niet. Het belangrijkste uitzoekpunt is dat iedereen gelijk stem heeft. Dat we allemaal gelijk zijn in inbreng. Dus dat betekent dat er eigenlijk niemand is die de leiding heeft. Wat ik het allerfijnste aan de Bouwmaat vind, is dat er heel erg veel ruimte is onderling voor het persoonlijke. Dus wat ik heel erg merk in mijn eigen leven, dat als het minder goed gaat met je, of als je strubbelingen hebt, dat er heel veel ruimte is binnen het bedrijf om dat te laten zien. En dat de andere mensen de taken van jou overnemen waar dat mogelijk is. Oké, Paul, waar zijn we nu? We zijn op de Gijsbrecht van Walenborgstraat en hier zijn we bezig met een uitbouw. Zoals we er wel heel veel doen in Utrecht. Oké, gaan we naar binnen. Waardoor zijn jullie bijzonder? Nou, het belangrijkste is denk ik dat wij plezier hebben in ons werk. Aha. Dus niemand die hier alleen maar voor het geld zit. Je komt niet zomaar bij de Bouwmaat. Je wordt uitgenodigd en het moet passen op een of andere manier. Nou, ik ben er zelf heel erg mee bezig om te kijken van hoe kan ik deze wereld inderdaad niet te veel belasten. Daarnaast is mijn rol binnen het bedrijf heel erg van ik wil ervoor zorgen dat mijn collega's zo fijn mogelijk kunnen werken, dus gelukkig zijn in het werk. De basis van het bedrijf is echt dat er een totale ja op alles moet zijn. Ja, eindelijk!